Google is niet alleen geschikt om naar websites te zoeken. Je kunt het ook heel goed gebruiken om binnen één bepaalde website te zoeken. De meeste websites bieden weliswaar zelf een zoekbalk aan, maar meer dan eenvoudig zoeken kun je daar meestal niet. Om Google te gebruiken om in websites te zoeken, moet je weer naar Advanced Search gaan. Dus ik ga via www.google.com/advanced_search. Je vindt Advanced Search ook als je een zoekopdracht doet door op het wieltje rechts te klikken en dan vind je geavanceerd zoeken. Stel dat ik voor een Brusselse gemeente, ik pak nu Schaarbeek, wil nagaan welke berichten er over de bibliotheken zijn verschenen op de gemeentelijke website in de laatste 3 maanden. Dan kan dat via dus Advanced Search. Aangezien dat we in Brussel zijn en Schaarbeek een tweetalige gemeente is, en zowel een Nederlandstalige als een Franstalige gemeente, bibliotheek heeft, ga ik zowel in het Nederlands als in het Frans zoeken. Daarom ga ik niet bij al deze woorden mijn trefwoorden zetten, maar ik ga bij één of meer van deze woorden, bibliotheek, bibliotheek. Op die manier ga ik aan Google zeggen dat ik bronnen wil of pagina's wil waar ofwel het woordje bibliotheek ofwel het woordje bibliotheek in voorkomt. Ik ga nu een klein beetje naar onder en daar zie je staan site of domain. Daar vul ik in www.schaarbeek.be en op die manier ga ik specifiek in die website gaan zoeken. Ik klik op geavanceerd zoeken. Nu zou ik willen aangeven dat ik berichten zoek van de laatste 3 maanden. Ik klik op een willekeurige hier laatste update. Maar als ik hier kijk, dan kan ik enkel afgelopen maand, afgelopen jaar, afgelopen week. En dat is eigenlijk niet wat ik nodig heb. Hoe kan ik dat dan zelf instellen? Dat kan je in geavanceerd zoeken. Dus we gaan eventjes gewoon onze zoekopdracht doen. Bovendien, als je zelf wil rechtstreeks in de zoekbalk zoeken in een site, dan zet je gewoon site://www.schaarbeek.be. Dus nu, als je gaat kijken naar de resultaten, die zijn allemaal van de website schaarbeek.be. Maar ik was dus op zoek naar de berichten van de laatste 3 maanden. Daarvoor ga ik opnieuw naar zoekhulpmiddelen. En daar kan ik bij elke periode wel een aangepaste periode ingeven. We zijn nu 24 september, dus in mijn geval wordt dat dan 24.06.2015 tot 24.09.2015. Ziezo, ik ga zoeken. En dan krijg ik alle berichten te zien die op de website van Schaarbeek zijn verschenen met betrekking tot bibliotheken, of het nu in het Nederlands is of in het Frans.